Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Waarschijnlijk de laatste aflevering. Dan zijn we klaar. Doe je. Helemaal klaar met Generations. Het heeft lang geduurd, maar we zijn helemaal klaar dan met Generations. We hebben alle games gehad. Nou, dat vind ik ons wel echt stoere boys. Nee, twee niet. Maar hadden we dat nog gewild? Press X to dial thing. Ja. Oh, X. Ja? Had jij dat nog gewild? Nee, to doubt. Ik moet X drukken als ik zou doubten. Nou, dat doubt ik wel. Oh, dat nog... Ja, oké, zo. Oh, fuck. Dit is volgens mij geen Indiana Jones. Nou, leek er wel even op. Indiana Jones is volgens mij nog nooit op de maan geweest. Maar dat kan aan mij liggen. Maar, Nou, maar die heeft wel gehad dat er steen achter zich aanrolde. En dat gebeurde bij mij ook. Oh, is that thing hitting? That is intruding. De vrouw ook weer met haar hond. Met haar gouden hond. Oh ja, tuurlijk. Hij maakt dingen mee. Goud. Ik maak ook wel eens dingen mee. Dat is niet waar. Nou ja, wel op het station. Ja, als je geen water hebt bijvoorbeeld. Ja. Hoe is dit ook zo'n meme geworden? Ja, een meme. Hoe komt dit? Hoe is dit ooit gekomen? Omdat jij dat komt omdat ik dat verhaal steeds niet afmaakte. Ja. En elke keer hetzelfde verhaal vertelde. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik wilde volgens mij een verhaal vertellen, maar... Ja, het kwam er niet echt Dat was ook de tweede keer dat je hem elke keer niet kon afmaken. Dat was de tweede keer. Wat was de eerste keer dan? De eerste keer vertelde je gewoon het verhaal. En toen moest ik gewoon lachen dat je elke keer geen water kon krijgen. Oh... Ik dacht dat het een meme was doordat... Ja, dat was de tweede... Dat ik nee, hem niet kon vertellen, maar dat was dan later. Ja, de tweede keer was al inderdaad dat jij... Toen wou je hem tegen Nando zeggen. Nee, tegen Paddy denk ik. Oh, dat kan ook. Ik dacht tegen Nando in de map randomizer. Oh, dat kan ook. Jezus, het gaat niet echt lekker. Hoezo is deze konijn is ook nog nooit moeilijk geweest? Echt, en nu gaat het ineens hartstikke fout. Konijn gaat fout. Flappy? Nou ja, die hebben tenminste nog lekker van gegeten, dus zo heel fout gaat het. Ja, inderdaad. Tweede kerstdag, weet ik ook nog wel. Ja. Vandaag is de tweede paasdag. Ja. Ik zie verband. Op tweede paasdag ruimen we de eitjes van Flappy op en dan kunnen we hem op kerst vervolgens eten. Precies, hè? Flappy. Zo, die is dood. Laat me liggen, die is dood. Nu kunnen we hem opeten. 60. Wel een lied is dat ook, hè? Wel een lied. Yeah, ik ben het is wel echt een lied. Nou, wat een anuslikker is dit, zeg. Oh, deze bitch. Deze duurt ook gewoon zo lang, want dan moet je per se wachten totdat zij zo... doet. Ja, dat. Ja, klopt, ja. Hey. En dan kabooming, en dan boom, en dan kun je haar zo op de bovenkant pakken. Oeh, dat vind je lekker, hè? Nou, ik heb niet geen konijn, eigenlijk. Ik ben niet echt een furry. Nee? Nee.
Ook al nooit op zo'n furry convention geweest. Lijkt me helemaal niks. Ja, kijk, ik snap dat je denkt van, ja, ik vind dat leuk, dus Sander zal het vast ook wel leuk vinden. Ik moest van jou ook horen wat een wat überhaupt was, een furry was, dat wist ik niet eens. Oh. Ah, nee! Hoezo ging die af? Nou, dat wist ik niet. Sander, je bent af. Nee. Oh, jawel. En ik ben in de kerk gekomen. Geboren ook? Nee, niet geboren, gekomen. Oh, dan heb je hem echt zo af. Dan hoef ik niet eens meer mijn best te doen haast. Nou, deden ze. Oh. Die was zo inkoppen. Die was wel gemeen. Dat klopt. Dat vind ik niet leaving. Nee, dat ben ik ook niet. Nee, jawel, dat ben ik wel van alles. Nou, dat heb ik wel ooit gezegd, dan weet ik. Van mezelf. Je bent zo liefie, en dan klopt dat ook. Dat klopt. Maar nu, op dit moment, vind ik dat iets minder. Gek genoeg. Hij maakt dingen mee. Altijd een vuile bitch. Nou, deze zeker. Wat, yo, hoe moet ik dat dan ooit ontwijken? Sorry! Het is gewoon zo. Ja, ik word hier fucking hard genaaid door een of andere Bowsering. Bowsering? Kut. Dat is de Engelse naam, volgens mij. Dat klopt, ja. Ja, niet volgens mij, dat weet ik zeker. Soms moet je ook gewoon wat zelfvertrouwen hebben. En dat is voor mij een beetje... Want ik weet zo hard. Stiekem weet ik ook wel, ik kan Engels zingen, weet je wel. Maar toch ga ik twijfel in. Nee, ik doe het ook automatisch. Ik praat ook gewoon automatisch Engels in. Ik twijfel hoe het moet. Ik twijfel. Ik weet het niet meer zo goed. Wat weet je niet zo goed? Ken je het liedje niet, Sandring? Wat weet je? Ik wil het nu weten. Je kent het liedje gewoon niet. Nee, ik ken het liedje ook. Je bent niet zo'n Aston Bobby master. Is dat Aston Bobby? Oh, dan had ik wel verwacht dat te weten eigenlijk. Aston Bobby en de rest. Bent Soep Kip. Die ken ik wel. Soep is classic natuurlijk. Ken je ook op Alles is Op? Dat is niet van Aston Bobby, voordat je me gaat shamen. Op Alles is Op? Op Alles is Op. Dat is echt een classic. Ik ken wel geld, de bakken met geld. Dat is ook echt zo'n classic. Geteld. Dat is ook wel een sta classic. Sta gewoon versteld van mijn eigen geld. Oeh. Wat doe je? Mario. Tegen een kip aan. Nee, dat was van Samson Gert. Alles is op. En ook die videoclip dat Gert overal zit te kijken. In de keukenkastjes en zo. Oh, wat prachtig. Nee, ik was nooit echt zo'n Samson Gert kijken. Nou ja, dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Gert Verhulst is wel de goat. Samson was meer mijn favoriet eigenlijk. Oh. Wow, Gertje. Dat is mooi. Wow, oh, Gertje. Oh, jij kunt dat echt. Niet. Nou, jouw woorden, niet de mijne. Dat klopt. Ik dacht, ik zeg verstandelijk niks meer na, jij kunt het echt. Maar ja, als je het zelf al toe durft te geven, dan vind ik wel stoer van. Het
ook kunnen denken, oh wat lief. Mario! Ik ga even een hartje pakken. Dat lijkt me goed. Hé, hey, ik wil een hartje pakken. Ik wil geen blok op mijn gezicht. Oh niet. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Sorry. Ik had die gewoon genaamd. Ik heb helemaal gezegd. Genaamd waar ik bij sta. Ja, sorry, maar je had dan iets duidelijker moeten zijn, oké? Nee, ik zeg ook niet tegen jou, jonge Kees. Kijk, ik heb die game dat dan wel opgegeven, maar ja, jij was ook niet duidelijk. Jij bent vermoeiend, denk ik. Dat ben jij. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Jij hebt vermoeiende dingen uitgevonden, Rings and the Ring. Nou, dat is niet waar. Alhoewel, ik moet wel elke avond slapen, bedenk me nu. Dat bedoel ik. Hoezo moet dat als ik niet vermoeien? Holy damn. Ik heb een loophole gevonden. Ik ben wel vermoeiend. Ja, dat is geen loophole, dat is gewoon de waarheid. Je moet gewoon meer naar mij luisteren. Ik ga ook wel goed als ik dat niet doe. Ja? Nou, niet in Mario eigenlijk. Yo, Kip, ik heb je. Sorry. Waarom moet ik er ook zelf zo hard om lachen? Dat is nog triester. Dat het ook gewoon grappig was. Ja, wel, toch wel. Ja, ik moest er best wel om gniffelen, ja. En dan heb jij nog niet eens een beeld erbij. Ik moest er ook om gniffelen. Maar ik weet niet waarom. Ik moest zelfs keihard om lachen. Oh. Ja, wauw, moet ik helemaal hier weer opnieuw beginnen? Ja, zo gaat het een lange aflevering worden. Waar ben je dan? Ik ben Bowsering op het moment. Dan heb je hem echt zo uitgespeeld. Dat oh, deze ook. Hele vibe moet nog. Oké, ik was echt veel verder weg dan ik dacht. I'll teach you. Nou, dat is lief. Dat is wel lief, ja. Gewoon. Wordt gewoon geleerd aan je. Dat is zo'n leafy guy. Oh, fuck. Dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Sorry, Mr. Mylanding. Wist je niet dat het PG Channel was? Je moet ook altijd lachen als ik die... Four ways zitten kijken. Hè? Dat als ze op Dylan's kanaal zijn, dan moeten ze altijd helemaal PG zijn. Ja. Dan gaan ze expres niet PG zijn. Ja, dat is wel ziek. En dan moet die gast die dat altijd edit, moet er dan al. Die wordt altijd boos. Ja, dat is funny. Ik vind het ook. Like, het is ook gewoon zo duidelijk expres. Ja. Yeah. Like, hoezo heb je het ineens over kok en baltoortje? Yeah. Like, ja, nee, daar heb ik het ook altijd per ongeluk over. Ja. Yeah. Geeft niks aan de ring. Ja, maar dat is zo'n speedrun tactic. Je kunt dus op dat base blijven. Ik weet niet eens of je weet welk base ik bedoel. Nee, dat maakt het niet uit. In de aflevering zie je wel wat ik bedoel. Nee, dat base met al die konijntjes. In die glazen bollen. Ja. Oh, dan je kan kunt dus met een speedrun tactic, kun je dus, als je er eentje afhaalt, dan kun je er met een bepaalde jump, kun je er weer opspringen. Niet. Alleen, ik ben slecht in die speedrun tactic, dus ik kan die jump nog steeds niet. Je kunt, dat ken je waarschijnlijk wel, je kunt op Cappy weer jumpen. Als je jumpt, dan kun je Cappy gooien en dan kun je eigenlijk weer op Cappy jumpen, waardoor je nog verder gaat. Nou, als je dat doet, dan
dan kun je dus opblijven en dan... Ja, dat kost minder tijd. Oké. Okay. Daarom is het ook zo'n speedrun tactic. Als het meer tijd kostte, dan was het geen speedrun tactic meer. Natuurlijk. Sander, ik heb hem uitgespeeld. GG. Mag ik deze nog afdoen? Is wel ja, bos. Dat mag. Dat is de afspraak. Oh, we zijn klaar met deze serie! Aan de andere kant, dan maakt het ook uit. Ik ga vast even het nawoord doen. Ja, dames en heren. Het is een lange rit geweest. We hebben 4 games gedaan. Veel pijn. Vooral veel pijn. Voor Sander heel veel pijn. Voor mij, ja, ik vond het best leuk. Ja, jij wint ook altijd. Ja, dat is waar. Sander en ik gaan snel weer Pokémon doen, waar we allebei niks van bakken, dus dan komt het helemaal goed. We zijn nog een beetje aan het bedenken welke Pokémon we gaan... Ja, willen we een kleine sneak peek van wat voor Log-type misschien? Ja, dat is het dus. Daarvan ligt het dus een beetje aan of het allemaal werkt. Ja, oké. Okay. We kunnen wel de game zeggen. Ja. Ja, dan doen we de game. We gaan een Pokémon Black and White spelen. Dus, dat eigenlijk. Ja. Dus we moeten inderdaad heel even naar de log-type kijken en of dat allemaal werkt. En als het allemaal werkt, dan gaan we dat doen. Zeker. Ik heb er wel veel zin in. Zeker, ik ook. Ja. Vergeet zeker niet ook allemaal even naar Sander's kanaal te gaan. Die staat in de beschrijving, zoals altijd. Dan geven we hem even zo'n abonnementje. Hij speelt Pokémon Omega Ruby op het moment op zijn kanaal. En hij heeft altijd van die hilarische stream highlights. Die vind ik het leukst om naar te kijken. Oké, okay, dus, ik ben er klaar mee. Sander is er klaar mee. Ik ben er ook klaar mee. Ik hoop dat jullie er ook klaar mee zijn. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende serie. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.